Weet u door welke straat u loopt? De Banstraat, maar ik weet niet wie Ban was. Het is raar eigenlijk dat wij onze Nederlandse componisten zo slecht kennen. Als het regent. Als je nou vraagt aan iemand wie was Diepenbrock of Willaert of wie was Zweelink? Nee. Weet jij het? Nee. Een oud-Hollandse meester of iets dergelijks. Een schilder toch? Of een zeeman. Muzikanten? Ik denk eerder een componist. Het zijn allemaal componisten, dat weet ik wel. Daarom maken wij dit festival. Om de muziek te laten horen van die componisten waar alle straten in de buurt rond het Amsterdamse Concertgebouw naar genoemd zijn. De Nederlandse componisten. Van Breed. Jacob Olbricht. Zweelink. Opvallend bij die straatnamen is dat de namen van mannen weer domineren. Terwijl er toch ook heel veel ontzettend goede vrouwelijke Nederlandse componisten waren. Vrouwen als Harriet Bosmans, Catharina van Rennes. Dina Appeldoorn heeft een straat, Rosie Wertheim heeft een straat. En er is een bruggetje in het Beatrixpark genoemd naar Henriette Heukelom van de Brandelaar. En nu zijn ze eigenlijk compleet weg. Verleerjes. Verhulst. Cornelis Schuit. Ton Leeuwen, ja zeker. Ja. Ook in de 20e eeuw zijn er natuurlijk talloze Nederlandse componisten geweest die prachtige muziek geschreven hebben. En componisten en Eschers, Henriette Bosmans, Willem Pijper. Er zit zelfs een kakelverse première bij. Mathilde Wantenaar. Michiel Menzing heeft een orkestwerk gecomponeerd, geënt op schoolorkesten. Er komt een jeugdvoorstelling voor kinderen, er komen wandelingen voor kinderen. We gaan ook wandelen en dan hoor je de muziek van de componist die bij die straat hoort. We hebben bewust een breed palet muzici gevraagd. Enerzijds mensen met enorm veel ervaring in Nederlandse muziek. Anderzijds jonge mensen die dolgraag dat repertoire willen leren. De Muze van Zuid 2018 gaat van start op vrijdag 25 mei met een heleboel educatieve activiteiten met scholen in Amsterdam-Zuid. Op zaterdag hebben we een serie huisconcerten en zaterdagavond een recital in de kleine zaal van het Concertgebouw. Op zondag zijn er opnieuw huisconcerten. Er is een openluchtconcert in het Vondelpark en 's avonds is er een afsluiting in Orgelpark. Leuk. Maar leuk om te weten. Ik vind het wel leuk omdat ik hier in de buurt woon, tenslotte. MUZIEK